Het is nog 6 dagen en dan reist de Nederlandse delegatie af naar Malmö voor het Songfestival. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want Joost staat in de top 3 van de boekmakers. Govert Meijer is de regisseur van het optreden en moet van dit nummer een podiumact maken. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa. Hoi. Ja, aan tafel Govert Meijer, die artist formerly known as Stefano Keizers. En jij hebt 2 mensen meegenomen. Vooral online bekend, Appie en Stuntkabouter. Ja, welkom, ja, jongens. Jullie komen eigenlijk een beetje als verrassing de studio in. Jullie stonden in de coulissen te trappelen. Want jullie zijn naast goede vrienden van Joost Klein. Hebben jullie ook een belangrijke boodschap, Appie? Zeker. Nou, vooral dankjewel dat ik hier mocht komen vandaag. Superleuk. Mijn ouders kijken altijd, dus het is echt een eer om hier te zijn. De ouders van Appie. Hele goede binnenkomer is dit, hè? Ik heb het goed voor hun verborgen gehouden, maar ik ga mee naar Zweden. Dus dat is superleuk. Mam en pap, hey, kijk me daar, man. Mee naar Zweden betekent, jongens, jullie zijn onderdeel van de act. Yes. Dat mogen we zeggen nu, toch? Dat mogen jullie eindelijk zeggen. Yeah. Hoe lang heb je dit geheim moeten houden? Maanden. Ja, echt heel lang. Wat is dat een codewoord voor? Een codewoord? Ja. Wat was het codewoord? Die ga ik niet zeggen, anders is het geen codewoord meer. Ja, het is niet bekend. Het moet geheim blijven. Maar dan zei je bijvoorbeeld, ik heb zo'n zin in, codewoord. Ja. Zo, hebben jullie met elkaar geanalyseerd. Oké, voor mensen die jullie niet kennen, en dat kunnen bij onze kijkers nog best wel wat mensen zijn, want we zitten niet de hele dag alleen maar online. Dit zijn Stuntkabouter en Appie. Welkom bij de allerbekendste sterren ooit. My burger queen, can I get a large fry? Ik ben in Rotterdam Zuid met Natan en met Joost. Ik ga naar Blankenbergen, maar ik doe geen kook. Je pest hier in het veld. Broer, mensen lopen hier soms hè, met een hondje. Hij komt uit Friesland. Hou eens een keer op met die woke onzin. Het volk van mijn beste vriend. Kennen jullie Stuntkabouter? De perfecte uitleg van wie jullie zijn, hè? Ja, precies. Ik ben echt... Wauw. Maar Appie, hoe groot is het om mee te doen met het Songfestival? Nou, voor mij, weet je, als ik over mezelf praat... Ik kijk het echt al heel mijn leven met mijn ouders, met heel mijn gezin. Dus het is echt een ultieme eer dat ik samen met Joost dit mag doen. Het is echt fantastisch. Ik kan nog steeds niet geloven, eigenlijk. Dat het zo is. Ja. Voor jou? Ja, dit is gewoon alsof je voor Nederland uitkomt in het elftal, soort van. Dat is, eerlijk? Ja, er kijken 160 miljoen mensen naar in totaal, wordt geschat. Ja. Dat is niet te bevatten, zeg maar. Dat is ineens veel meer YouTube-kanaal, omhoog. Weet je wel, en dan ting. Hallo. Ja, Govert. Jij bent ook een goede vriend van Joost. Joost is natuurlijk de elephant in the room. Die is hier niet, maar die houdt het even rustig, toch? Totdat hij naar Malmö gaat. Die jongen is zo hard aan het werk. Ja. Zoals elke avond is hij ook nu waarschijnlijk aan het trainen voor de act. Ja. Want jullie zijn hier echt dagelijks mee aan de gang met deze act. Ja, en dat al toch wel al een klein jaar zo'n beetje. Dus vanaf september begon het echt serieus te worden. Is er geen dag meer geweest dat we het er niet over hebben gehad. En meestal is het echt urenlang sparren. Los van nog het repeteren en het trainen en het bedenken. Dus het is voor mij ook onvoorstelbaar dat ik zo lang aan één en hetzelfde ding heb mogen werken. Ja. Maar je bent de creative director, noemen we je. Maar je bent een hele goede vriend, misschien nog wel meer dan dat, toch, van Joost? Hoe zou je jullie band omschrijven? Ja, hij noemt mij inmiddels zijn oom. Ik heb altijd meer gezegd van Joost en ook Appie en Stuntje zijn een beetje mijn kinderen. Ja. Kinderen in de zin dat ik de afwas voor ze doe en zorg dat ze op tijd komen en zich netjes gedragen in gesprekken. Ja, wat leuk. Creatieve kinderen. Mensen die net als ik super origineel zijn, onaangepast met hun eigen creativiteit de wereld in zijn gekomen. En ja, ik geloof daar heel erg in. Ik geloof ook dat dat de toekomst is om met eigenheid en positivisme mensen te bereiken. En ja, daar is Joost een genie in en dat zijn deze twee multiculturele duizendpoten ook. Ja. We schakelen even over naar het podium van het Songfestival. Daar waar de magic moet gebeuren. Dit is wat jullie zeg maar, van Mulmo krijgen. Wat kunnen we verwachten? Ja, ik heb laatst per ongeluk in een interview het woord maanlanding gebruikt. Ik heb het gezien. Om maar even een soort ja, symbool te geven voor hoe heftig dit allemaal gaat. Dat roep ik even in 5 seconden. En de volgende dag was het in 60 talen vertaald. En nu denkt iedereen dat we op de maan gaan landen. Ik praat graag in metaforen. Ik heb wel gemerkt dat dit een ander stramien is. Dit gesprek alleen al ben ik al een week aan het voorbereiden... met een hele commissie die mij per antwoord... 60 opties geeft die wel of niet mogen. Ja. Ik kan... Die maanleiding had niemand jou eventjes in de gaten. En ja, daar krijg ik dan ook de volgende dag echt wel een standje over. Van, ja, let op, want straks creëer je te hoge verwachtingen. Ja. Ik moet zeggen, ik heb de act nu vaak gezien. Ik vind het nog steeds wel nou ja, vergelijkbaar met het enthousiasme dat mensen toen de tijd hadden. Zeg niet, zeg niet. Van Houston, basically. Ja. Ja. Maar ja, ik zou zeggen dat we wel echt... niets aan het toeval hebben overgelaten. Ja. En dus nou ja, 9 maanden lang dagelijks gewerkt hebben... om van die 3 minuten act ja. iets te maken... wat iedereen op de wereld een plezier kan doen. Wat gaan jullie doen? Kijk, we kunnen niet te veel weggeven. We gaan het enorm naar onze zin hebben. Daar. Dat zeker. En het is echt... Ik heb heel veel gekke dingen in mijn leven gedaan. Heel veel grappige filmpjes, heel veel gekke pakken. Heel veel gekke ja. dingen gedaan. Maar dit is echt... ik kan zeggen, het wordt echt top. Ik was bang met die restricties van jullie... dat jullie niks zouden mogen zeggen. Mag ik een voorbeeldje geven dat ik denk, wordt dit het ongeveer? Kijk even mee. 3, 2, 1... Ja? Al vaak, je valt wel de hele tijd. Ik heb vandaag ook door mijn enkel... Maar dit soort gekte, feestachtige... Ik kan zeker zeggen qua... Want we zijn ook echt... vrienden van elkaar. Dat ja. merk je misschien ook in de beelden. We hangen vaak samen, we zijn echt veel samen. Dat gaan wij zien op dat podium. Die energie zit er zeker in. Dat kan ik zeker zeggen. Wij hebben gewoon een heel kinderlijke, leuke, speelse manier van maken. Ja. En we zijn gewoon heel blij om dat te mogen laten zien. Zo'n fantastisch wereld. Zoveel mensen. Ik vind dat jullie wel goed getraind zijn. Dat jullie echt niks... Net niks zeggen. Nee. Toch? Uiteindelijk. Ja, het wordt gewoon top, hoor ik vooral. Ja. Het wordt echt... Nou, het prikkelt wel. Ik ben nu wel heel nieuwsgierig. Maar jij hebt voor ons 2... Nou ja, niet voor ons per se. Maar je laten inspireren door eerdere Songfestival-acts. En we gaan even naar 2 kijken. Waardoor wij toch een beetje een beeld krijgen... van wat jij als creative director in je hoofd hebt bij Joost. Wat gaan we eerst zien? Nou, we gaan eigenlijk... Kijk, ik zou zeggen, waar Joost heel goed in is... is een dubbele betekenis aan dingen geven. Dus Joost's muziek klinkt vaak heel erg vrolijk... maar er zit vaak ook een emotionele of een diepere boodschap achter. En ik heb 2 nummers uitgekozen die, als je ze met elkaar combineert... precies dat representeren. Ja, we gaan naar de eerste kijken. Dat is dus Finland. Ja. Zullen we meteen kijken? Ja, okay. Laat maar even zien. Finland, vorig jaar. Ja, jullie zitten al helemaal vrolijk te kijken. Hier kunnen jullie wel wat mee. Ja, met deze sfeer. Ik vind het geen maanlanding. Nee, veel leuker nog. Kijk, nou, wat het mooie is aan deze act... Finland is vorig jaar 2e geworden met dit nummer. Dat was voor ons in het zelfvertrouwen tanken wel een extra boost... om te zeggen, hey, als zo'n soort act aanslaat in heel Europa... iets waar dus ja, hedendaagse muziek en best veel gestamp en feest en spektakel... dat juist gewaardeerd wordt door zoveel mensen... dan durven we ook wat meer onze stijl erin te laten zien. Ja. Maar ik denk wel dat de Finse act dus heel goed was in die vrolijkheid neerzetten... Maar tegelijkertijd met het liedje zelf eigenlijk weinig vertelde. Dus we weten nog steeds niet precies wat die man nou op het podium kan doen. Nee. En daar hebben we wel echt iets aan toegeprobeerd te voegen. En daar gaat het volgende fragment over. Want dit is denk ik wel mijn favoriete Eurovisie-act ooit. Okay. En ja, daar zit stiekem toch ook wel een element in... dat we strakjes bij Joost gaan zien. Sozinho, talvez devagarinho possas voltar. para aprender. Een hele andere Koekbouter. Ja. Zit jij op het puntje van je stoel straks? Nou, ik zit me dus af te vragen, want volgens mij... elk jaar is weer een ander liedje of een andere muzieksoort ineens heel erg in de mode. En als je vertelt over die nummer 2 van vorig jaar... die misschien enige gelijkenis of inspiratie heeft met wat jullie nu mee bezig zijn... dan moet het maar net dit jaar het jaar zijn van de vrouwelijkheid en het Joost Klein nummer... in plaats van dit nummer wat we zien. Ja, behalve dit dus ook. Ja, ik zou zeggen, we zijn juist met die wetenschap aan het nummer en aan de act gaan werken. Dus we hebben wel echt gekeken naar waar kunnen we nou die twee dingen nog beter in brengen. En ik vind dat dit heel erg bewijst hoe ook een breekbaarheid en juist een gevoeligheid... iets dat heel klein is... groots kan zijn op zo'n festival. Absoluut. Joost Klein, droom groot, toch? Dat is het ding. Ja, die combinatie maakt het denk ik wel echt uniek en weer heel erg vernieuwend. Appie, de sportvraag is voor jou. Ja. Jullie staan op 3 bij de boekmakers. Mm-hmm. Wordt het winst, jongen? 100%. Ik geloof het bijna. Hoe ik het zo zie... kan niet anders. Nou, als jij het zo zegt, geloof ik het ook. Ja, echt. Ik ben zo trots vooral op Joost en hoe het allemaal is gelopen. Ook de clip en hoe de mensen in Nederland en Europa erop hebben gereageerd. Het geeft mij een heel zeker gevoel. Jullie vertrekken al bijna die kant op. We gaan jullie zien bij de tweede halve finale van het Songfestival. Ja, dat is op 9 mei. Dus please, kijk dan allemaal alvast. En ik wil ook nog de kijkers in Nederland meegeven van... laten we vooral tactisch stemmen. Dus hou ook een beetje in gedachten welke andere Europese landen hoog staan. Daar dus niet op staan. Ja, precies. It's a group effort. Ja, dus kies San Marino of Malta of dat soort landen. Dat is echt juist dat goed. Dat zijn toplanden. Doe ze points voor Malta. Oké, dankjewel jongens. En heel veel plezier alvast. Dankjewel.